Het is 10 oktober als Johan Derkse live op tv wordt berispt door een van de vaste gasten van vandaagens site, namelijk Pieter Kobelens. De oud-directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst zet Johan op zijn plek, omdat hij de avond ervoor had geroepen dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben, doelend op de Hamas-terreur. Johan laat het op dat moment allemaal over zich heen komen, maar slaat een avond later als Pieter niet van de partij is op een valse wijze terug. Dan zet hij de huisgeneraal van VI neer als iemand die loopt te raaskallen. En die laffe manier van kritiek spuien heeft geleid tot vrevel achter de schermen bij het programma. De heren besloten elkaar in het weekend erna te bellen, waarna Pieter nog één keer verscheen in het programma. Ik vind het niet erg dat hij dat zegt, maar ik heb liever dat hij dat doet waar ik bij ben, dus daar hebben we zondag even over gesproken. Ik vind dat als je iets van iemand vindt, dat je hem voor op de neus moet nemen en niet een dag later. Pieter is na die uitzending ruim een maand niet meer op bezoek geweest in VI. Hij zou zijn gecanceld door Johan, maar gisteravond zat hij er plotseling weer. Nou, Pieter, hoe zat het nou allemaal? Was je nou gecanceld of niet? Vraagt Wilfred Genehem. Nou ja, ik kreeg daar veel vragen over of ik gecanceld was, antwoordt Pieter. Maar ja, ik ben nog nooit gecanceld, dus ook nu niet, dacht ik. Ik heb het er met Johan kort over gehad. We hebben met elkaar gebeld, al enkele weken geleden, en we zijn tot de conclusie gekomen dat we binnenkort samen iets gaan doen waar we alle twee verstand van hebben. Wat is dat dan, Pieter, we gaan binnenkort een sigaartje roken. Wilfred, en dan is het weer goed. De vredespijp. Pieter, het is nooit fout geweest. Johan, er is geen probleem. Wilfred, nou, puf, er is geen probleem. Johan, nee, er is geen probleem. Er is toch helemaal geen probleem, scheid toch uit. Wilfred onthult dan: Nou, je kunt het wel bagatelliseren, maar wij weten wel beter natuurlijk wat er achter de schermen allemaal gebeurd is. Hé, toch? Pieter, nee, Johan grappend, ja, ik ben zijn banden lek gestoken. Wilfred, haha, ja, onder andere, ja. En was dat nou het minste? Er is veel meer gebeurd. Johan besluit: als ik iedereen moet weigeren die het niet met me eens is, dan krijgen we nooit meer een gast.